Miljoenen mensen bekijken en bewonderen ze. De wereldberoemde werken van de grootmeesters van de Nederlandse kunst. Maar welke verhalen liggen er verscholen tussen de lagen verf en vernis? Welke geheimen kunnen ze onthullen? Om dat te ontdekken, herscheppen we deze klassiekers. En in hun zoektocht naar de perfecte reconstructie ontrafelt een team specialisten de kleine geschiedenissen achter Nederlands grootste werken. Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. De Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Het jeugdig zelfportret van Rembrandt van Rijn. Het zelfportret met grijze vilthoed van Vincent van Gogh. Kerkje, kindje, beestje van Karel Appel. En de Marskramer van Jeroen Bos. Met een museumdirecteur gaan we de uitdaging aan. Gaat het ons lukken om op tijd onze reconstructie af te hebben? Het gaat er uiteindelijk om te begrijpen hoe het werk tot stand is gekomen. Een schilderij dat 500 jaar oud is, in 5 weken reconstrueert. Eigenlijk is dat een beetje gekke werk. Hoe zit het in elkaar? Hoe is dat schilderij geschilderd? We onderzoeken de werken met de modernste technieken, laag voor laag. Om een waarachtige reconstructie te kunnen maken, moet je navoelen hoe hij schilderde, waarom hij schilderde. We bouwen het hele werk op dezelfde manier op, met de originele materialen. Ook al moeten we daarvoor naar de andere kant van de wereld reizen. En grondstoffen voor de verf maken we zelf. Wel eens van beenderzwart gehoord. Hij is mooi verkoold. We hebben ongeveer 3 tot 4 uur heeft hij in de fik gestaan. Ah, ik vind het echt niet zo leuk. Dat is toch luguber? En om te kijken of we dicht in de buurt van de meester zijn gekomen, is er eigenlijk maar 1 optie. Bij hoge uitzondering mogen we ons werk naast het origineel vergelijken op zaal in het museum. Een wereldprimeur. Dit is ons team. Professor Joris Dik is degene die onderzoek doet naar alle schilderijen in het programma. We zien meteen duidelijk de spijkers langs de wanden en het spanraam ook. Bij het ene schilderij doet hij dat zelf, met bijvoorbeeld een XRF-scan. En bij het andere schilderij interpreteert hij onderzoek dat al gedaan is en vertaalt dat vervolgens voor zijn teamleden. Het blijft toch een beetje een mysterie, hè, dat schilderij. Het is bijna letterlijk binnenstebuiten gekeerd. Wat zijn de consequenties voor de reconstructie? Ja, dat weet ik. Dat weet ik, maar ik kom nu naar je toe. Naar Appel hadden we nog nooit gekeken. En het eerste schilderij van Appel dat we onderzoeken, zien we meteen zo'n toch best wel serieuze wijziging. Charlotte is als kunstschilder de spil van het team. De andere teamleden zorgen ervoor dat ze alles heeft om door te kunnen werken, om de deadline te halen. Ja, je kan toch niet verwachten dat je dat in 1 keer even naschildert. Ongelooflijk. Weet je, er zit gewoon zoveel in. Gaat het wel? Ja. Ja, die tape is gewoon essentieel. Het moet de goede kleuren hebben en vooral ook de goede dikte. Ik hoop dat hij daar wat kan vinden, maar ik denk niet dat het makkelijk zal zijn. Ze verlaat het atelier maar nauwelijks. Dag in, dag uit is ze bezig met het reconstrueren van de meesterwerken. Tot in de kleinste details. Victory Boogie Woogie. Is een beetje een nachtmerrie. Het is gewoon een ongelooflijk moeilijk schilderij. Bert is de man met 2 rechterhanden, de timmerman. De theorie is dat Vermeer een camera obscura gebruikt. 1 van de theorieën. Wij willen een grote box gaan maken, maar dan ook tevens gebruik gaan maken van een spiegel in de box. Het is ook magisch om te zien door dat ding heen. Het geeft zo'n ander beeld dan dat je rechtstreeks naar een model zit te kijken. Het geeft een soort van zachtheid komt er overheen. Wauw, het is wel te gek dit hoor. Ja, dit is wel heel mooi. Iemand met veel kennis van materialen en gereedschap. Hij spant doeken op. Hij bouwt een verouderingskast waar de schilderijen in kunnen en hij maakt de lijst. Michel is de sparringpartner van Charlotte. Als restaurator kan hij met haar meedenken, haar adviseren en meehelpen. Zo, en dan zouden we dus die taaie massa moeten hebben die je op zijn schilderijen ziet zitten met luchtbelletjes erin. Zijn vaste taak bestaat uit het verouderen van de schilderijen. We moeten even stoppen jongens, dit is niet goed. Soms betekent dat eeuwen overbruggen. Dat is een superspannend moment, want dan zie je wat er met dat schilderij gebeurt. Zijn die sneden goed geheeld? Dan ligt het mooi vlak. Komen die spalkjes die erachter zitten niet naar voren? Wat is er met de verf gebeurd? En ik
Ik mag me de aanvoerder van dit team noemen. Belangrijk is ook om te bepalen welke oorbel zij had. Want dat weten we eigenlijk ook niet, hè? Dus we hebben een heel fijn doosje. Met verschillende soorten die we straks kunnen uitproberen. Ik ga op zoek naar de verhalen achter het meesterwerk en zorg dat het materiaal in huis is om verder te kunnen met de reconstructie. I'm looking for this vintage tape from the 40s, like old tape. We have 1.5 million items. Yeah, 1.5 million, but not what I'm looking for. Not the tape that you need. Als we echt ons best doen en het schilderij heel goed gaan doorleven, het hele team, dan denk ik dat we heel ver komen. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor elkaar gaan krijgen. Eerlijk gezegd denk ik dat dat niet te doen is. Als Charlotte dit niet lukt, dan lukt dat niemand. Als we het naast elkaar hebben, dan kun je eigenlijk pas echt beoordelen of het gelukt is. Dit is het geheim van de meester.